Sinds de opening van het Noordzeekanaal aan het einde van de vorige eeuw was Amsterdam weer tot bloei gekomen. De economische bedrijvigheid nam sterk toe en de bevolking groeide snel. Van 500.000 in 1900 tot 750.000 in 1930. De steeds maar groeiende bevolking moest worden opgevangen in nieuwe wijken. Onder leiding van de architecten Berlage en Van Eesteren werd het Amsterdams uitbreidingsplan uitgevoerd. Een onderdeel daarvan was Plan West. En dat werd een schoolvoorbeeld van de nieuwe volkswoningbouw. Ruim opgezette straten en woningen met een moderne vormgeving. In de binnenstad van Amsterdam ontstonden verkeersproblemen, vooral door het brede water van het Rokin. De meeste inzenders van een studieprijsvraag die de gemeente had uitgeschreven, bevalen aan het Rokin te dempen. Maar het zou nog vele jaren duren voordat dat ook werkelijk gebeurde.